Oh, mijn god. Holy shit. Wat is dat voor monster? Wat is dat voor gigantisch monster? Wat is dit voor monster? Yo, lieve mensen, welkom bij Ark Aberration! Dat moment dat je Ark Week doet en je uploadt geen Ark Aberration terwijl die net uit is gekomen. Heel veel van jullie wisten het al, maar heel veel van jullie nog niet. Ik was in Disney voor een midweek en daarna in Legends of Gaming, dus ik had geen tijd om Aberration te doen. Alles was vooruitgewerkt, maar hier zijn we dan bij de Aberration. We gaan even onze character maken. We maken weer een lekker mooie vrouwke. Wat is het toch? Godverdikke me mooi, zeg. Nou, dan hebben we ook hier spawn regions. We hebben easiest, we hebben easy plaatsen, medium en hard plaatsen. Nou, hard en medium lijkt me dan niet zo slim. Misschien lijkt het wat chill om bij een easy plekje te gaan spawnen. Vertel lake nummer 2. Dat lijkt me een hartstikke goed plan. Laten we daar eventjes heen gaan. Oh mijn god. Worden we nu gespand? Jongens, we zijn er in de wereld van Ark Aberration. En ik zie het onder... Oh, wat zijn dit voor... Wat zijn dit voor mooie dingetjes hier zo? Wat zijn dit voor mooie, mooie... Wat? Charge in 500. Een glowbug. Oké, put a battery in your inventory or pet on shoulder to harvest charge. Oké, dat zijn blijkbaar dingetjes waar je dus licht van kan krijgen. Een parasaurus kennen we. Ik wil eten, wil ik mijn spikelets wil ik erbij pakken om te kijken wat levels zo allemaal zijn. Het werkt allemaal niet, Link. Dat werkt allemaal tegenwoordig niet. Is dit een carno? Een carno die een dodo eet? Dat is echt heel zielig. Ik ben nu al level up. Ik heb nog niet eens wat gedaan en ik ben al level up. Holy shit, kijk dat. Oh, dat ziet er vet uit. Yo, kijk eens even hoe mooi. Oh, zo vet. Oké, dat zijn van die zeehond dingen dit, hè? Ja, dat zijn van die zeehond dingen. Oké. Dan moet je een bepaald soort eten in hem gooien en dan kan je hem temmen. Die heb ik ook in de maan. Is dat een Spino daar? Jongens, we hebben eindelijk een Spino gevonden. Ik heb 30 afleveringen Ragnarok en nog nooit Spino tegengekomen bij deze Spino. Holy frieten. En Dodo. Hallo, wat zijn... Dit zijn ook andere Dodo's. Kijk hoe vet ze zijn. Level 16. Kan ik hem even doodmaken dan? Ga ik even doen. Wacht. Ik zie daar een Carno. Misschien is dat niet zo'n slim idee. Wat zijn dit voor stenen? Zijn dit mijnbare stenen? Nee. Kan ik ze gatheren? Nee, dat kan ook niet. Jongens, ik heb zo'n gevoel dat we van begin af aan weer moeten beginnen. Wat eigenlijk ook best wel leuk is eigenlijk, moet ik zeggen. Het is weer even leuk om weer gewoon van standaard begin arc lekker te gaan spelen. En voor de mensen die vragen, gaat Ragnarok stoppen? Nee, die gaat niet stoppen, maar ze gaan gewoon lekker om en om online komen. Ze hebben een keertje Ark Ragnarok, heb je een keertje Ark Aberration. Heb je een keer Aberration gehad, heb je weer Ragnarok. Weet je wel, zo gaat het gewoon lekker door. En de mensen die sowieso in deze... Kan ik deze trouwens doodmaken, dit beest? Ja, vast wel. Maar in ieder geval de mensen die in ieder geval op deze server zitten, zijn Joost Spilmty Spelmty, Joost 2.0, a.k.a. Kut Rudy, a.k.a. we hebben ook nog de Harm. Harm, de vlogger! En we hebben de Game Meneer, die is Game Ear. En dan hebben alle vier al een Ark Aberration geüpload. Misschien al zelfs een tweede aflevering. Dus ik loop misschien een klein beetje achter voor tot nu toe, maar dan maakt hij... die mushrooms zijn ook anders. Dan kun je ook weer andere dingen mee doen, zie ik. Ja, misschien loop ik nu wel eens een aflevering achter. Maakt niet uit, we komen wel weer terug. Dat hebben wij Ragnarok ook gedaan. Ik liep toen 10 afleveringen achter. Nou ben ik de sterkste van de server. Ja. Oké, in ieder geval zijn we 6 levels omhoog. Laten we dat eventjes lekker in helft stoppen. Oeh, ja, tuurlijk, dingetjes leren. Een resabele speer lijkt me hartstikke handig natuurlijk om te hebben. Een campfire lijkt me hartstikke handig om te hebben. Hatchery is steel pickaxe. Hadden we al een crafting station, mag er altijd bij. Mortal en pestle hebben we nodig. En narcotic. Als we uiteindelijk leuke dingen willen gaan tamen. Jazeker. Oké, level 7 kunnen we een wooden club maken. Ik zie dat we spikeless al kunnen gaan maken. En een bed lijkt me ook hartstikke chill. Oké, dan hebben we nog 13 punten over. De rest doen we later wel. Wat gebeurt als ik al die mushrooms opeet? Wat gebeurt als ik deze opeet? Oh, er gebeurde wel iets. Oké, laten we kijken wat er gebeurt. Even kijken. Poison immune element. Oh. Ik ben Nokkie. Oh god, ik ben Nokkie. Waarom ben ik Nokkie? En mijn torpor is weer 0. Oké, willen we kijken ook wat de tweede mushroom doet? We gaan even kijken. Ook poison immune. Ik krijg er voor de rest niks bijzonders van. Wat doet deze? Ook poison immune. En deze doet ook iets. Geen idee wat ze allemaal doen. Oh, dan gaan we water naar beneden. Nou, helemaal top. Ik ga even lekker wat hout verzamelen en shizzle. Maar heb ik een stone hatchery voor nodig? Heb ik flint voor nodig? Hoe kom ik ook weer aan flint? Oh ja, is een pickaxe. Oh, wat ben jij voor leuk beestje? Hallo, bulldog. Oh, je bent zo leuk. Ik wil zo'n beestje hebben. Kijk hoe leuk die is. Kan ik überhaupt een pickaxe maken? Nee, daar heb ik één steen voor nodig. Oké, ik moet eventjes... Nee, daar hebben we steen. Maar de pickaxe kan ik natuurlijk flint krijgen, zoals hier. En dan kan ik een hatchery maken. En dan ga ik lekker wat hout en wat steen verzamelen. Oh god, wat zie ik daar? Oh, wat gebeurt er? Oh god, wat gebeurt er? Wat is dit voor beest? Hallo? Wat is dit voor raar beest? Een revenkal. Wat de hel is dit? Dat beest, het is een wild beest. Oh mijn god, een level 16 beest. Ik ga hartstikke neer. Oké, dat is... Oh, hij sprong gewoon over me heen.
Wat is dit voor wild beest? Oké, dan. Dan weten we dat ook. Dat beest is heel erg gevaarlijk. We zijn nu level 9. Jongens, we zijn al 1/10 van level 100. We zijn lekker bezig. En aflevering 10 word ik dat wel. Oh god, is die hond er alweer? Oké, die hond ga ik nu weg zien te lokken. Zodat ik dadelijk mijn spullen kan pakken. Is dat een slim idee? Dat lijkt me een slim idee. Waar is die hond, hè? Kom dan, puppy. Hij komt niet. Ik heb geen idee wat hij aan het doen is. Ik wil gewoon mijn spullen terug. Oké, ik zie de wolf lekker met die parasaurus daar vechten. Helemaal prima, hè? Lekker bezig, pik. Lekker een bloedbladje van maken. Ik pak lekker mijn spullen op. Later, later. Wat is dat ook weer? Gadverdamme, wat een mooie molrat is dat. Hey, dat zijn dan mijn spullen? Dat zijn mijn spullen. Hallo, spullen. En hallo, lelijke molrat. Jee, maar ben je lelijk. Maar voor Psyglass heb ik natuurlijk 2 crystals nodig. Oké, die gaan we ook uiteindelijk proberen te fixen. Want ik wil natuurlijk eventjes een Psyglass hebben. Oké, ik zie daar nog een hond en een raptor. Dan ga ik dus dan maar daar niet heen. Ik wil ergens uiteindelijk even een beestje gaan maken. Even een klein beestje van Tetch of zo, weet je wel. Even scoren. Oh god, ik wil een aardbeving. Hallo, aardbeving. Hallo. Hallo. Wat is er gaande? Hallo? Hallo? Stop. 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 Hallo? Waarom aardbeving? Waarom aardbeef ik? Hallo? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Ik heb geen idee. Ik heb... Beukelenweg. Ik ben het eng. Kijk, deze steen. Wat gebeurt hier? Wat de hel gebeurt hier? Waarom is deze steen aan het trillen? Hoe lang gaat dit door? Hoe lang gaat dit door? Moet ik bang zijn? Moet ik wegrennen? Ik heb geen idee. Ik werk waar. Geen idee wat ik moet doen. Hij blijft... Het wordt steeds erger. Ik ga weg. Ik ga weg. Waar is hier? Godverdomme zeg. Opgezout nou. Alles blijft shaken. Oh, niet alleen deze steen daar, maar deze steen hier ook. Godverdomme. En het is voorbij, jongens. De trilling is voorbij. Jongens, we hebben het overleefd. Goed gedaan, heren. Iedereen krijgt eventjes een duimpje omhoog van mij, omdat we het hebben overleefd. Goed gedaan, mijn jongens. Oké, ik zie dat ik op level 11 houthuisje kan gaan maken. Ik denk dat ik tot level 11 ga wachten, want ja, weet je, we slaan gewoon meteen die touch over. En kijk eens aan, we hebben al 200 HP. Lekker gedaan, jongens. We gaan even kijken naar mooie houten dingen. Een wooden foundation nemen we dan wel. En een wall natuurlijk. Een doorframe hebben wij nodig. En natuurlijk een ceiling. En de deur zelf natuurlijk ook. Gotcha, we hebben alles. Oké, nice. We hebben nog 9 engrams over voor later. Wound of Foundation. Die gaan we eerst eventjes lekker maken. Toppie. Oh, en we hebben gemaakt. Oh, natuurlijk. Ja, als we dingen maken, gaan we natuurlijk ook heel snel level omhoog. Dit is geweldig. Au. En dit is dan weer. De wolf is weer terug. Dit is dan weer minder geweldig. Godverdomme. Ik heb geen idee meer waar die wolf is. Maar voor mij was hij wel een beetje bang, hè. Toen ik hem laatst eventjes in de ogen stak voordat ik neerging. Ja, dacht ik dus ook. Oké, we gaan even de Wood of Foundation. Gaan we daar mooi het midden neerzetten. Deze prachtige mooie vallei. Want we wonen een beetje open, weet je wel. En dan kunnen we heel erg mooi genieten van alles om ons heen. Oh, dat was die mol. Er zit een mol te graven, joh. Man. Ik vind het wel een heel mooi open plekje. Lekker in de zon. Hoppakee. Mooie wooden foundation. Dan maken we er 3 extra. Doen we ook eventjes. Hoeveel walls? 7. En dan een doorframe natuurlijk ook erbij. Een deur zelf. En dan hebben we nog net alleen niet genoeg voor de ceilings. Maar dan voor de rest hebben we alles om ons heen. Laten we vast beginnen met plaatsen. Wordt het in ieder geval een huisje van 2x2. Dus eventjes genoeg voor voorlopig. Dan doen we hier eventjes lekker alle mooie muurtjes. Zo. Dan kunnen we hier de doorframe doen. Kijk eens aan. Dan doen we de deur er zelf ook in. Misschien is eigenlijk wel beter ook nog even geen ceiling doen. Want dit zorgt ervoor dat we tenminste nog wel een beetje wat licht in mijn huis hebben. Er zitten trouwens ook weer 4 levels omhoog. Dat is ook hartstikke fijn. Laten we dat stoppen in weight. Wat extra weight is ook altijd heel handig. En we kunnen al zoveel... En zoals egg incubator staat er alweer tussen, jongens. Daar ben ik zo lang nog niet. We kunnen al die dingen al bijna maken, joh. En gunpowder, daar heb ik helemaal nog niks aan. Dat was bij aflevering 1. Nou, pick-up rellen kan ik sowieso wel leren. Dat is altijd wel handig. Reusabele bola. Ook heel erg handig. Ultimate Spyglass. Eentje meer. Dat is allemaal dat prima. Die kunnen we maken. Een pijl en boog lijkt me ook heel erg slim om te maken. Oh, wow. Hallo. Wat is er gaande? Hallo. Ik heb geen idee wat er gaande is. Wat is er gaande? Ik word helemaal trippy. Wat is er gaande? Ik ben Nokkie. Waarom ben ik dan? Wat gebeurde? Ik liep langs de mol. En toen werd ik helemaal paranoid. Ik heb werkelijk geen idee wat er net gaande was. Ik wilde gewoon even terug naar mijn huis zien. Even mijn spulletjes even erin zetten, weet je wel. Niks kwijtraken, weet je wel. Al dat soort basic dingen. Word ik ineens helemaal high. Nou, we kunnen in ieder geval een storage box gaan maken. Kost me 15. Nou, storage box gaan we in ieder geval alvast maken. Dan kunnen we in ieder geval onze spullen erin dumpen. En ook meteen weer level up. Dat is ook hartstikke fijn. Laten we hem dan hier zo neerzetten. Kijk eens aan. Dan kunnen we even onze stenen zo uiteindelijk in droppen. We gaan in ieder geval gewoon lekker even alles in. Dan kunnen we later altijd nog dingetjes uithalen. Een
bow lijkt me in ieder geval ook heel erg handig om te hebben. Laten we die alvast maken. Een bow kan zeker weten ook niet verkeerd. Laten we die ook maar eventjes maken. En arrows. Stuk of 50 pijlen kunnen er zeker bij. Laten we die maar eventjes lekker maken. En uiteindelijk ook nog een slingshot. Lijkt me ook hartstikke handig. En neem wat steen mee zodat we met die slingshot kunnen schieten. Om andere dingen misschien nog iets te maken. En als laatste een bed maken. Want zonder bed kunnen wij niet gaan slapen. Ook niet genoeg resources. Ik denk dat ik hide mis. Nee, hide heb ik genoeg. Tets heb ik dan te weinig. Ik heb te weinig tets. Oké, ik moet even wat tets halen. Ik kan ook eventjes een bedje gaan maken. Oh, ik begin trouwens ook echt helemaal dood te gaan. Omdat ik dus dehydrated ben. Ik hoop dat ik het op tijd haal bij het water. Want ik zie het water al voor me. Hallo grote giraffe. Er zijn echt heel veel van deze beesten zeg. Maar ook echt heel veel. Ik zie ze daar. Ik zie ze overal. Jemig, jemig, jemig. Jongens, het water is bij. Nee, zit er een spine. No. No. Oké, dan moet ik weer omlopen. Ah, kak. Zeg, ik ben doggie. Weet je wat, ik maak mezelf wel eventjes lekker dood. Wat vind je daarvan? Wat de hel is dit, jongens? Dit zijn gems. Oh mijn god, zijn gems. Wat de hel zijn gems? Oh, 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 oh. De mol is boos. 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 Ik zie ook allemaal dingen droppen of zo. Ik heb geen idee. Ik zag allemaal tasjes. De mol is hartstikke boos. De wereld is boos. Oh mijn god, ik weet niet wat gaat. Ik zag 3 gems. Ik had mezelf vermoord. Ik zag 3 gems en ik dacht, hey, leuk, 3 gems. Hey, laat ik die even pakken. En toen had ik een boze mol. Een boze mol. Een boze mol. De mollen zijn boos. Wat de mollen zijn boos. Nou, top. De mol zit nog steeds achter me aan. Nog steeds, hè. Gewoon nog steeds. Oh, oh, dat is een trike. Hallo, trike. In mijn trouwens out of stamina. Oh, dit is niet slim. Dit is niet slim. Dit is niet slim. De mol zit nog steeds achter me. God damn it, mol. Ik weet dat mijn huis daar verderop is. Okay, als hij bijna bij me is, ga ik hem met shift. Omdat mijn stamina weer bij is. Oké, okay, hij is nu weer erbij. En we gaan weer rennen. Rennen, 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 rennen. Boek, 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 boek. Rotmol, rotmol, rotmol. Oh, oh, oh. Hij gaat weg. Hij gaat weg. Yes, we survived another mole. Dus jongens, we hebben 3 gems. Don't mind if I do. De blue. Oh, we hebben 27, 9 en 10 gems. Oké. Okay. Hebben we werkelijk waar geen idee wat ik mee kan. Ik heb werkelijk waar nog 0,0% research in deze game gedaan. Het enige wat ik van deze game weet is dat je uiteindelijk kan gliden. Dat je een of andere dino kan temmen die kan gliden. En dat dat het schattige beestje was met dat dingetje voor zijn hoofd. Dat is het enige wat ik wist van deze game. Voor de rest wist ik helemaal niks. Dus alles is een verrassing voor mij, jongens. Wij gaan geweldige avonturen beleven. Oh, wat is dat voor een lekker mokkertje daar hier in deze boom. Daar zit hem aardappels in. Oh, wat fijn. Oké, weet je wat ik trouwens benieuwd ben? Of die ene crystals die we tegenkwamen, of dat crystals waren, waar ook echt crystals uit kan krijgen. Of misschien zijn het wel green gems, weet je wel. Daar ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar. Ik ga daar even naar kijken, want we hebben natuurlijk crystals nodig voor die spyglass. Oh, en ik zie weer een wolf achter een mol aangaan. Ik ben hier weg. Ik ben hier weg. Ik ben hier weg. Ik ga terug naar huis. Maar het eerste wat wij gaan maken is een bed, want wij willen hier weer spawnen als wij weer doodgaan. We zijn maar een paar keer doodgaan deze aflevering. Valt best mee. Nee, jongens, je weet hoe dat gaat. De eerste aflevering in Ark ga je altijd lekker heel vaak dood. Dan ga je dingen leren. Uiteindelijk ga je minder dood, want dan heb je dingen geleerd. Zo gaat dat in het leven. En ik heb trouwens weer dorst. Dus ik denk dat ik weer lekker naar het water ga. Eventjes lekker wat gaan drinken. En kijken of wij misschien, heel misschien, een leuk dinootje kunnen gaan temmen. Maar voordat we echt het water in gaan. Kijk, deze crystals bedoelde ik. Zijn dit dan green gems die hieruit halen? Ja, en een crystals. Nice. Oké, als ik met hatchery doe, wat krijg ik er dan uit? Dan krijg ik echt alleen steen eruit. En soms crystals. Oké, met een pickaxe moet je deze hakken. Oh, en ik heb mezelf nog niet gehakt. Oké, eerst water drinken, dan gems hakken, Link. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zie daar in het water zie ik een gigantische spin. En ik weet niet of ik daar blij van word. En ik zie er ook allemaal spino's, zie ik overal. Maar vooral die gigantische tering spin daar. Jemig zeg. Even lekker drinken. Lekker, ja, lekker gedronken, Link. Goed zo. Kunnen we ultimate spyglass halen? Oh, ik moet nog 10 height hebben. En die zit natuurlijk in mijn chest. God damn it, Kevin. Wat is dit voor geyser? Een oh, hallo. Wat is dit? Een gasball. Oké. Okay. Oh, oh, ik ben stikken. Ik ben stikken. Oh, door het gas ben ik aan het stikken. Oké, okay, oké. Okay, stop met stikken. Stop met stikken. You got this. You got this. Stop met stikken. Dankjewel. Oh, en ik zag daar nog een. Oh, ik zag nog een spin spawnen. Oké, okay, het water wil ik echt nog lang niet mee te maken hebben. Gadverdamme. Oh, en ik zie daar die spino. Die zit daar. En oh, het is een. Of het is een krab. Het is een spin of een krab. Het is een krab. Het is een gigantische teringkrab. Oh, mijn god. Ik wil hier weg. Ik heb in ieder geval meer dan 50% van mijn health weer. Dus ik ben niet meer injured. Kan ik weer lekker terugrennen naar mijn basis? Oh, ik ben bang. Ik ga even een spyglass maken. Oké, okay, maar ik denk wel dat ik zo'n mol wil gaan hebben. Oh, en ik ben weer dehydrated. Oh, dat is niet chill. Want dan kan ik uiteindelijk niet meer rennen. Oh, de mol komt eraan. De mol is coming. De mol is coming voor mijn booty. Oh, en. Oh, last moment. Last moment dat hij net bij me was. Had hij gewoon geen zin meer. Hij had gewoon geen zin meer om mij te pakken. Komt helemaal mooi uit. Ik wil eigenlijk wel heel graag zo'n mol temmen. Ik wil dat wel heel graag doen. Ik denk dat ik een spyglass ga doen. Even kijken wat de naam is van de mol. Even research gaan doen hoe ik hem kan temmen. Kijken of dat überhaupt mogelijk is. Dan wil ik dat gaan doen. Zo, spyglass in ieder geval gemaakt. Oké, okay, kunnen we eventjes gaan koenkloeren. Ja hoor, we kunnen weer lekkere dingetjes zien. En hier is de mol.
En even kijken, het is een rol, of rolrad is het. En jij? Oh, jij bent ook zo schattig, ik wil je ook hebben. Nou, in ieder geval, de rolrad is hier in ieder geval wel, jongens. Hij blijft hier level 28. Ik weet geen idee waarom die boos is, maar hij is boos op mij. Maar de rolrad, we hebben hem hier zo. Hij kan dus blijkbaar ook rollen, want het is een rolrad. Het is een passive tame en prefers giant bee honey. Oh, kijk, je hebt gewoon giant bee honey nodig om hem te tamen. Ik weet toevallig waar giant bee honey is, want die heb ik gevonden. Oké, ik ga van huis en ik ga kijken bij de giant bees. Of in ieder geval bij de bijen, die ik heb gevonden. En ik ga ook gewoon minder shift gebruiken, omdat ik dan weet dat ik gewoon dehydrated word. Dan word ik gewoon heel erg dorstig en dat is best wel vervelend op het moment. Dat is ook een van de grote redenen waarom ik dood ga. Dus ik ga gewoon lekker rustig lopen. Kijk hoeveel crystals hier zijn, joh. Allemaal crystals. Nou, die pak ik wel even eerst, hoor. Ja, die pak ik wel eerst. En ik hak die crystals nu wel, maar ik weet nog steeds niet wat ik ermee kan. Dus ik denk, voordat ik ze echt gewoon meer ga hakken van die dingen, denk ik dat ik eventjes ga wachten tot ik weet wat ik ermee kan. Ook een beetje nutteloos om dingen te gaan verzamelen waar ik nog geen flauw idee van heb wat ik ermee moet doen. Even kijken. Jij moet jou iets geven of zo. Een bulbdog. Ik hoor het trouwens wel weer trillen. Het zal vast wel niks uitmaken. Even kijken. Je bent een pestverteen. Een plant special Z seed. Wat is dat nou weer, joh? Wat is dit voor zaadje? Oké. Dit moet een bepaald plaat. Oh, kijk. Hallo gems. Kan ik deze gems gewoon oppakken? Is dat veilig? Ik pak het op. Dankjewel voor de gems. Oh, ik zie. Wat is dit allemaal voor spul? Allemaal steen. Oh, het is allemaal steen, joh. Dat is lief. Ik heb geen idee waar dat er vandaan komt. Elke obsidian, hartstikke fijn. Oh, kijk, hier allemaal nog meer. Hey, ik kom allemaal dingen uit de hemel vallen. Wat fijn. Yo, het is kerst. Het is weer kerst. We hebben er zin in. Hey, nog meer van deze mooie gems. Dankjewel. Ik heb zo'n gevoel dat de mol is, zeg maar, die onder de grond zit, zeg maar. Die aan het graven is. Alleen, de mol komt gewoon niet naar boven. Dus hartstikke fijn. Dankjewel, meneer de mol. Oh ja, je kunt trouwens ook meteen even die krab bekijken. Ah, kijk, het is echt wel krab. Zie je, dat is een krab. Het is geen spin, maar een krab. Duidelijk. Oh, ik ben weer geloosnated. Waarom word ik geloosnated? Oh, mijn god. Ik weet niet, ik ben ook aan het stikken. Wat is er gaande? Het is de tweede keer dat dit me overkomt. Ik weet niet wat er gaande is. Zijn het die paddenstoelen of zo die dat doen? Pick up. Oké, ik ga het wel pakken. Dat is poep. Ik heb geen idee wat me aan het hallucinaten doet. De paddenstoelen, ik weet het allemaal niet meer. Maar één ding dat ik wel weet, is dat hier zo beneden een beehive is. Die had ik eerder gevonden. Om mezelf even snel dood te maken. Maar ik weet niet hoe ik dat ding even snel kapot kan maken. Oké, pijl en boog. Gaan we proberen. Doe dat veel damage op zo'n ding. Even kijken. Moet ik even raak schieten vanaf boven. Dat doet 19 damage. Niet erg veel. Oké, hij registreert 20 damage. Dat betekent dat ik heel veel schoten moet doen. Niet zo slim plan. Hebben we ook van deze boze dingen hier zo. Het gaat heel lastig worden, hoor. Echt heel lastig. Als ik een bola, wat gebeurt er dan? Of een slingshot? Oh, dat doet maar 4. Oké, dat is nog minder. Maar dan komen de bijen er wel uit. Als ik de bijen kill, kan ik hem dan uiteindelijk gewoon kapot maken. Oh god, de bijen zijn boos. Oh, dat zijn veel bijen. Oh mijn god. Oh, ik zit vast. Hoor ze allemaal dood? Ik hoor ze allemaal doodgaan. Zijn allemaal dood. Holy fiets. Maar er spawnen natuurlijk weer nieuwe bijen. God damn it, Kevin. Goddammit, Kevin. Oké, kom maar jongens. Kom maar. Oké, en ze zijn allemaal dood. Mooi gedaan. Ah, kak, zijn die teringwolven zitten daar weer. En zijn meteen weer nieuwe bijtjes. Oh, dat is zo klootzooi. Nee, ik denk dat we een mol voor de volgende keer moeten gaan doen. Want dat wordt net iets te moeilijk. We moeten denk ik een dino hebben. Die waar we eventjes op kunnen zitten. En dat allemaal kunnen slopen. Ik denk dat we dat nodig hebben. Zoals een doedicris of zo. En dan moet ook iets hebben om hier naar boven toe te komen. Want dan kom je niet meer erop. Oh, kak. Zitten allemaal wolfjes daar. Hey, hallo wolfje. Level 4, jemig. Bola. Ja, bola. Hoppakee, neer. Zo, zullen we even in je kopje schieten? Oh mijn god, je zit gebolaat. Dan kan je niet springen, hond. Je bent letterlijk een hond. Oké, gaan we je even doodmaken. Oh god, ik hoop dat ik je snel dood kan krijgen. Ik hoop echt dat ik je snel dood kan krijgen, anders ben ik hartstikke neer. Oh god. Oké, als die andere los is, dan moet ik eventjes op gaan passen. Oh, nice, die is neer. Oké. Alright. Ik heb een hondje doodgemaakt en dan wil ik pelt erbij. Super chill. Oh god. Oké. Wil jij vechten, jongen? Hoppakee, is het vast. Oké, ze kunnen nog steeds springen. Maakt niet uit. Ik doe zoveel mijn damage op jou. 55 damage, pik. Hoppakee, je koppie. Opgezouten met je lelijke rotkop. En ik zie ook een schorpioen. Ik weet niet wat ik met schorpioen moet doen. Maar ik zie daar een schorpioen. En als laatste, pok en je meneer. Zo, laten we deze ook eventjes hakken. Lekker hakken, pik. Oh ja, en zet dat in het inventory. Wat zat erin? Oeh. Oh, kloof. Nice.
Nu hebben we een broekie. Dat is hartstikke chill. Ik heb trouwens hier wel een Ludicrous die nog volledig HP is. Misschien moet ik hem eventjes gaan tamen met een slingshot. Oké, level 40. Let's go. Oké, zit je vast? Nee, je zit nog niet vast. Oké, ga eens vastzitten, jongen. Ga juist vastzitten. Kan jij überhaupt vastzitten? Jij kan wel vastzitten. Hallo? Waarom doet Ludicrous niet vastzitten? Oké, ik vind het ook helemaal best. Ik ga je zo proberen te tamen, ja? Oké, we gaan je slingshotten in je gezicht. Pok. En dit is 7. En dit is 8. Oké, ik heb hem al 10 keer geraakt. Hoe ver is die al? Oh, dat is zoveel. Nee, dan gaat hij zelfs aan dood, joh. Nee, slingshot temmaniertje is niet even het temmaniertje die ik wil gaan doen. Dat gaat even niet werken. Vooral niet als hij zo wild gaat rennen. En wat zit in deze Carno die dood is gemaakt? Ook allemaal mooie spulletjes. Dankjewel, meneer de Carno die dood is gegaan. Ik ga jou eventjes hakken. Oh, kijk. Die mol gaat nu... die mol gaat nu hierin. Meneer de mol. Ik doe niks. Ik pak je gems die is. Ik keek er niet eens naar. Maar als dat dus gebeurt, als hij in zijn holletje gaat, dan moet je er dus honing in gooien. Hele unieke soort team. I like it. Trouwens, een Refining Forge moeten we eventjes gaan maken. Want dan kunnen we metal krijgen. Kijken of we die kunnen maken. Yes, zeker weten dat we die kunnen maken. Want dan kunnen we metal maken. Dan kunnen we een craft station maken. Met een craft station kunnen we meer dingen maken. Laten we die tijdelijk eventjes hier neerzetten. We hebben het al 5 metal ingots ervoor nodig. Dat betekent dat ik nog 1 metal nodig heb. Want ik heb maar 9 normale metal. Dus daar ga ik eventjes voor zorgen. Yes, I got him. Dan lijkt me een campfire ook wel een slim idee om neer te zetten. Dan kunnen we even wat eten gaan maken. We zetten dan eventjes hier mooi naast. En pakken we even alles eruit. Donderen we dit er allemaal in. Dan trouwens ook meteen even een tribe maken. De Coco Lovers. Als er wat gebeurt, kunnen we altijd eventjes kijken terug in de log. Wat er precies gebeurd is, lijkt me hartstikke slim. Dat is trouwens al level 25, jongens. Hartstikke chill. Gaan even kijken wat we eigenlijk allemaal al kunnen. We kunnen in ieder geval tranquilized darts gaan maken. Dat is heel nice. Die hebben we nodig. En we mortal en pendel hebben we eventjes nodig om cementing paste te maken. Oh nee, niet de cementing paste, narcotic en zo willen we natuurlijk hebben. In plaats van eventjes wel mooi hier zo. Dan gaan we eventjes erin kijken. Heel veel narcoberries en spoiled meat hebben we nodig. Wat hebben we nou niet? Ja, we hebben best wel wat spoiled meat. Dat maakt niet heus, maar wel wat narcoberries. En dan kunnen we er dus 6 maken, jongens. Oh, dat is veel. Zo, ik heb in ieder geval allemaal de vlees gesplit. Een stuk of 60 vlees. Uiteindelijk wordt allemaal gelijk naar spoiled meat. En dan kan ik even wat narcotics gaan verzamelen. Ja, er zit blijkbaar weer een blinde mol ergens hier. Hartstikke fijn. Dankjewel voor je flint en je ster. Ik krijg maar 1 of 2 flint hiervan. Echt, waarom doe ik dit? Maar ja, ik ga even lekker de arkenbergen verzamelen. Oké, nice. Vlees spoilt over 6 seconden. Dan hebben we, als het goed is, heel veel spoiled meat. Komt u maar bij papa. Alles is gespoiled. Nice. Oké, we hebben 49. En ik ben Nokkie. Zo. We are here. Oké, wat moet ik doen? Allemaal spoiled meat hierin gooien. Ja, en narcoberry is ook ingooien. Mooi drugs. We gaan drugs maken. 49. Nice. En we hadden er al 6. Dat wordt lekker nu langzaam gemaakt. Dat betekent ook dat ik nog wat normale arrows erbij ga maken. Een stuk of 50 lijkt me wel slim. Hoe gaat het met vlees? We hebben lekker wat gekookt vlees. Een spoiled meat erbij. Hartstikke fijn. Dan kunnen we die er ook even lekker in gooien. Hoe gaat het met dit? Kijk, we hebben al 5 metal. Dat betekent dat we de crafting station kunnen gaan maken. En dan pool. Yes, die kunnen we ook maken. Die komt dan naar de stone. Mannekes. Ja, jongens. We maken progressie. Er zit een gigantische diplodocus hier over mijn basis heen te lopen. Maar voor de rest, perfecte progressie. Oh, en hij is boos op me. Hij zit me een beetje te douwen. Ga nou toch weg, man. Hij gooit me gewoon uit mijn gaas. Ben helemaal gek geworden. Nee. Gooi me niet verder voorbij, gaas. Ik ben injured. Nee. Nou, jongens, een tip voor als je een Ark Let's Play doet. Vergeet gewoon niet goed te eten. Of goed te drinken. Want als je dat niet doet, komt een diplodocus uit je huis gooien. Om je een lesje te leren. Jazeker. Ik ben weer thuis. Nice. Nog 3 HP. Dan ga ik neer. En dan word ik weer levend. Stomme diplodocus. Nee. Get out of here. I don't want to be the way. Me too. Jongens. Hashtag me too. Nee. Ah. Maar hey, we hebben een crafting station. Hartstikke chill. Trank arrows kunnen we die al maken. Hebben we al genoeg narcotics. Die worden nog steeds gemaakt. Maar we hebben er wel een aantal. Als het goed is. 42. Netjes. En we kunnen er 43 nu al maken. Diplodocus, ga toch even opgezout of zo. Hij wil me weer hebben, hè. Ik lok hem wel eventjes van mijn huis af, want hij is echt heel vervelend. Oh, hij blijft gewoon mijn baas aanvallen. Wat een vervelend rotbeest. Hij heeft 3400 HP, die krijg ik nooit neer. Oh, mijn leven. Maar gelukkig ben ik wel 5 levels omhoog. Oké, laatste in stamina. Daar heb ik 150 stamina. Daar ben ik wel blij mee. Met mijn weight ben ik tot nu toe eventjes tevreden. Laten we even meer in HP stoppen. De diplodocus kan je trouwens passive tamen. Ook net even gelezen. Kunnen we jou eventjes hier. Hier, alsjeblieft. Hier. Oh, een 12% tame. Ben je nu rustig? Ja, je bent rustig. Nu zijn we vrienden, hè? Oké. Stop met zo stampen en flikkeren naar het op. Godverdomme. Teringbeest dat je er bent. Echt heel vervelend ben je. Oké. We hebben weer genoeg narcotic. Kunnen we weer wat extra arrows gaan maken. Om lekker wat dingen te gaan temmen. Zoals een Ludicrous.
Oké, okay, we kwamen eentje van level 30 tegen ongeveer. Zijn anders 90 slingshots zijn? Of gewoon 25 van deze clean shots? Zo, kapam! Volgens mij was er wel een dude die ik gezien had bij mijn huis. Maar moet ik alleen eventjes weer vinden waar die was. I see one right over there. Met een Morantie erbij. Een level 8 dude die ik weet je. Level 8 moeten we er maar eventjes mee doen. Ik weet dat ik ze niet kan bola. Oh, ik zie weer gems. Maar er zit een Morant bij. Nee, laten we hem even niet gaan doen, hè? Oké, okay. Doe die Chris. Kan jij vast gaan zitten? Kom op, ga vastzitten. Zit vast? Nee, dat kan dus niet. Oké, okay. Hij kan voor some reason dus niet van vastzitten. Maar wat we wel kunnen doen, is een poging doen tot tamen. En dan schieten we hem bam in zijn kont. Nice, oké. Okay. Hoeveel ben je al? Oeh, oké. Ik krijg 90 torpen per shot. Dat betekent dus ongeveer net iets meer dan 10 shot. 10 en 15 zetten we dan. Oké, okay. Lekker in zijn kontje blijven schieten. Dat werkt heel erg goed. Pok, weer in zijn kont. Nice. En dan komt die koppie. De koppie headshots zijn altijd beter, hè? Headshots zijn altijd beter. 3, 2, 1. Pok. Oké, okay, nice. En een 3, 2, 1. En we hebben er nog eentje. Ik zie trouwens ook een schaap er in de verte. Ik weet niet of dat vooral muttenschaapjes zijn. Maar als dat zo is, zou hartstikke chill zijn. Oké. Ik weet niet hoeveel je bent met temmen. Ik ga gewoon door blijven schieten, I guess. Oeh, dat kontje. Oh, ik dacht even dat je nokje was. Haha, you missed again, motherfucker. Hoppakee. En hij rent weer weg. Oké. We kijken verder nu eens. Hij is nu. Oeh, he's almost done, boy. Nog 3 schoten, denk ik. Of 2. 3 of 2 schoten. En pok in zijn staart. Dat zijn 2 schoten. En hij is unconscious, jongens. Lekker gedaan hoor, jongens. Lekker gedaan. Oké, okay, paarse zijn wel net iets beter dan normale berries. Dus dan gooien we even wat paarse rakkers in jou. Top. Oké, het is lekker aan het schudden. Lekker bezig, pik. Hoe gaat het tameproces? 100%. Ik krijg 3 levels bij. Het is echt een level 11, doet Dikris. Daar kan je echt niet veel mee. Ik weet het, maar het gaat er even om dat ik hem heb. En doet Dikris zelf een level 34 pas. Doet Dikris saddle. Oh, dat staat er nog maar 4 levels. Dat valt best mee. Ik word het zeggen. Godsamme, nog 34 levels zijn dat. Maar ik ben al over 4 levels ben ik het al. Oh, en het is. Ik moet even mijn hatchery en mijn pickaxe even repareren. Hé, mijn dutiker is trouwens 92% tamen. Nog 1 happy. En hij is klaar. Nou, ga ik in ieder geval ondertussen maar even lekker wat zenen hakken. Rudy is back, boys. Hij is er weer. De rudimentair. Nog 3 levels en ik kan op jou rijden. Jongens, we hebben ons allereerste dino. En dat is niks minder dan rudimentair. Nou, ga ik nog eventjes minen, zorg dat ik 3 levels omhoog ben. Gaan we eventjes op hem rijden, hoor. En ben trouwens al level 24 geweest. Dus laat ik eventjes alles van steen maken hier op mijn huisje nu. Dat ik gewoon misschien eventjes alles ga vervangen. Want als ik dingen maak van steen, dan krijg ik ook heel veel levels natuurlijk erbij. Nou, stone foundation gaan we leren. Stone walls gaan we leren. Stone van doorframe gaan we leren. Een mooi deurtje zelf. Waar staat het deurtje? Waar staat het deurtje? Het ceiling hebben we sowieso nodig. Oh ja, het heet een reinforced door. Dus dat is geen stone door. Oké, die hebben we dus ook. Laten we hem eventjes gaan maken. Oké, hier wil ik er graag 4 van. Ik heb niet genoeg resources. Oh, sowieso kom ik tets tekort. Laat ik in ieder geval alle items die ik gebruik als resources hier alvast instoppen dan. Zoals dat. En dan kunnen we eventjes kijken wat we... We hebben wel genoeg resources. Oké, we kunnen er dus 2 gaan maken. Dat poelen en zo werkt allemaal niet zo heel erg lekker. Oké, we hebben sowieso meer thatch nodig. Hout hebben we genoeg. En steen hebben we voorlopig even genoeg. We need more thatch. We zijn meteen ook trouwens level omhoog, maar we hebben thatch nodig. Zo, ik heb 700 thatch erbij. Even wat hout en allemaal andere meuk. Dat is heel erg chill. Dan kunnen we verder gaan met de stone foundation. Daar wil ik er graag nog 2 van. Waar ik er letterlijk ook maar 2 van kan maken, omdat ik weinig steen heb. Nee, are you kidding me? Oké, ik heb echt meer dan steen nodig. Oké, maar in ieder geval de 4 foundations. Kunnen we die overriden? Jazeker. Dan zijn er hier eentje, hier eentje en hier eentje. Nice. Nu bijvoorbeeld hout en fetch en fiber er weer bij. Vanuit dat ik ook level omhoog was. Kijk eens aan hoeveel. Ik ben nu level 33. Om 1 level te gaan. En dat hebben we bijna. Ik ben trouwens tegelijkertijd ook deze diplodocus aan het temmen. Oh, kijk. Ik kan weer een breedje. Oké, hij is nu 50%. Ik heb 4 van die bestel in hem gegooid. En het gaat langzaam. Het gaat heel langzaam. Maar het gaat vanzelf, weet je. Uiteindelijk stopt hij wel als ik hem genoeg heb gevoerd. Ik heb geen deel met deze zit. Hier, hoppakee. Heb je ook lekker bestie. Alsjeblieft. Gaan we je ook even temmen met de zaakjes. En hij is meteen boos. Sowieso gaat deze me ook allemaal lekker duwen. Oh, wat fijn. Ik hou van die producten. Ze zijn zo leuk. Ja, leuk beest. Goed gedaan, Ark. Leuk toegevoegd. Waar is mijn dude? Ik kreeg eigenlijk geen idee. Wat is dit? Is dit een ovis? Dit is een ovis. Dat is zo chill, ouwe. Even zo doen. Kijk eens aan. Oh, zit je vast? Ja, je zit vast. Steek hem. Steek hem in het koppie. Steek hem erin. Steek hem. Steek hem, jongens. Steek dat schaap in zijn nek. Steek hem. Schaap.
Yes, we hebben een schaap. Oké, nice. En dan gaan we als het goed met een hatchery moet je dit eruit doen, toch? Vlees? Oh nee, oké, ik krijg geen vlees. Krijg ik hier vlees uit? Vlees? Ja, rammeten. We hebben rammeten. Oh mijn god, dit is zo chill. Hoeveel rammeten krijgen we? Echt heel veel. Meer dan 50? Nice, 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 nice. Come on. Zet alles even omhoog. We kunnen nu die kristal hebben. Moeten we even nog vinden. Lekker, meer dan 100 rammeten. Dit is chill. En ook over height, heel veel pelt. Deze dingen zijn zo geweldig. Ik hou van deze schaapbeesten. En hij is weg. Bijna 300 van elk. Dat is echt chill. Maar iets wat minder chill is dat ik mijn Dudicris eventjes niet kan vinden. Terwijl ik net het juiste level ben. Hartstikke fijn. Zo, hoppakee. 64% dat beestje. Lekker. Oh, god, oh je kindermin. Nu heb ik 2 van deze teringbeesten bij mijn huis. Mijn leven is echt niet... Oké. Jou kan ik nog weglokken, want jij heeft mijn aangel. Oké, nice. Jou gaan we even weglokken. Wat een klote beest en dat, hè, Bulldog. Ja, ik vind het ook. Hoppakee, nog eentje gevoerd. Hij is nu 75%, hè. Nice, oké. Nu is hij even aan het eten, nu is hij kalm. Nu kan ik muis in. Yes, ik ben muis weer in. Oké, chup chup. We hebben in ieder geval heel veel rammutten. Die doen we hier even in. Dat gaat vanzelf wel weer spoilen, maakt allemaal niet uit. Hij is nog 2 besties en ik heb dat ding getamed. Weet je, ik tem hem gewoon, zodat hij gewoon stopt met vervelend zijn. We kunnen wel alvast een Diplodocus zadel maken, maar dat kost 200 metal ingot. Heb ik dat? Nou, zeker weten niet. Als één beest... Ik heb hem. Wat is dit toch een rotbeest, zeg. Dankjewel dat je eindelijk stopt met vervelend zijn. Op het moment dat je een dino tempt, niet omdat je hem wilt, maar omdat hij zo hoeren vervelend zit te doen bij je huis. Jemig, zeg. Heb ik zoveel moeite voor gedaan. En dan komt de andere eraan. De andere komt eraan. Hartstikke fijn. Nee, je gaat me niet volgen. Flikker op. Ik hoef je echt niet meer te zien. Wegwezen. Ik ga me even wat water halen, want ik ben weer dehydrated. En... Hoppakee, we hebben gedronken. Hartstikke fijn. Zo, even trouwens een pick-up mod maken, want ik wil eventjes mijn Dudicris wil ik op gaan halen. Dan laat ik in dit beest ook alvast even een pick-up mod doen, dat jij in ieder geval hier ook eventjes... Kijk, je kan zijn melee damage niet eens uppen, omdat dat beest gewoon geen melee damage heeft. Omdat hij gewoon 0.0% damage doet. Wat een echt een waardeloze rotbeest is eigenlijk. En Rudy is hier. Hallo, Rudimentair. Hier, alsjeblieft heb je een pick-up relic. En dan gaan we jou eventjes... oppakken. Dan gaan we met jou mee terug naar huis om een zadel te maken misschien. Als ik nou natuurlijk er genoeg materials voor heb. Ik heb geen idee hoe duur het is. Een Dudicris zadel. Wat hebben we nodig? 5 metal ingots. Valt echt reuze mee. Kunnen we makkelijk maken. We hebben ook al genoeg metal. Dus we hebben alleen even wat hout nodig om het erin te gooien. En light the fire. Oké, dan wordt dat in ieder geval gemaakt. Ik zie dat er hiervoor heel veel gevochten wordt. Flikker allemaal toch eens een eind op, man. Wat hebben we nou weer doodgemaakt? Is dat een... Oh, dat is een schorpioen. Stomme schorpioen. Stomme schorpioen dat je er bent. Ik ga even zo shit in gaan jakken. Oh, dat is best wel shit in. Nice. Maar ik moet natuurlijk ook in de smithy maken. En hoe maak ik ook weer een smithy? Heb ik ook 5 metal ingots voor nodig om überhaupt een smithy te maken. Dus eigenlijk moet ik even nog wat metal gaan halen. In totaal 7. Oh, ik zie trouwens dat ik hier gewoon letterlijk een metal een steen tegenkom. Hey, dat is hartstikke fijn. Heb ik niet eventjes 20 minuten lang metal hoeven hakken uit normale stenen. Nou, hartstikke fijn. Metzger is jammer genoeg wel gebroken, dus daar kan ik niet meer hakken. Maar dan doe ik het maar even gewoon met dit ding. Top. Kunnen we een smithy maken, kunnen we die kristallen maken. Kan ik trouwens al een preserving? Ja, een preserving kan ik ook eigenlijk al maken. Lijkt me hartstikke chill om die ook alvast te maken. Want ik heb natuurlijk heel veel vlees en zo allemaal. Oké, preserving bin maken we ook eventjes. Dan wordt dit nauwe hokje nog nauwer. Dat weet ik. Die plaatsen we eventjes hier. Hebben we ook nog spark powder nodig. Die kunnen we natuurlijk ook even leren. Spark powder, die hebben we nodig. Dan kunnen we even wat spark powder hierin gaan maken. Of nee, dan moet in de dinges. Hier spark powder. Laten we er 100 maken. Weet ik veel hoeveel. 31 kunnen we maken. Want meer steen hebben we niet. Dan maak ik die per 2. Dat is ook hartstikke chill. Zo, en we hebben 10 metal ingots. Dat betekent dat we hier eventjes een smithy in kunnen gaan maken. Smithy. Oeh, ja, 5 metal ingots. Die kunnen we hier ingooien en dan wat steen. We missen nog wat steen. Oh nee, steen ook in mijn inventory. Nice, oké. Maken we hem. Top. Wordt het nog krapper, jongens. Hoe chill is dat? Ja, dat is niet chill om eigenlijk bij de deur neer te zetten. Dan laten we hem er lekker even een stukje uitsteken. Maken we hem hier. Dudicris saddle wordt gemaakt. Mijn heren, mijn jongens, mijn dames. Dan ga ik in ieder geval van al het flint en stone dat ik heb, ga ik even dit maken. Zo, al het flint en steen maak ik even spark powder. Kunnen we dit allemaal in de koelkast gooien. Dan gooi je alles wat kan spoilen, stoppen wij daarin. En Dudicris zadel is gemaakt. Hebben we hem eruit gehad? Nee, hier. Oké, we hebben hem. Dudicris, gefeliciteerd. Je hebt een zadel. Laten we je even een HP gaan stoppen, zodat je niet minder snel dood kan gaan. Kunnen we je rijden? En dan kunnen we jou lekker stenen gaan verzamelen. En deze stomme vliegjes te kapot maken. Kom, pak dat vliegje. Bok, jou hoor. Lekker is een mik gedouwd. Chill, kan ik nog even eventjes... ik ben weer Nokkie. Ga ik met hem even snel even steen verzamelen. Kan ik mijn basis eventjes volledig even afdekken. Even met steen. Want ik vind dat dat eventjes nodig is. Jongens, moet je kijken. Zie deze grote steen? Bok. Maar 300 steen eruit. Dat valt mee. Dan hebben we hier zo. Bok. Pakken we ook weer 300 steen. Dit voelt even lekker met een Dudicris dit doen hoor. Gewoon in ieder geval met een dino die het kan. Dan heb ik
in ieder geval mijn pickaxe en mijn hatchery in ieder geval niet meer nodig om steen te gaan verzamelen. Daar hebben we voorlopig wel genoeg aan. Oh, kijk, hier zit ook allemaal crystals. Oké, crystals. Dat is in ieder geval één dingetje waar we echt geen gebrek aan gaan hebben. En jij hebt in ieder geval wel gebrek aan stamina, meneer. Zo, dan hebben we daar ook even lekker wat ingestopt. Kun je wat crystals hakken? Nee, oké, jij kan geen crystals hakken. Je krijgt er wel wat steen uit, maar dat is niet genoeg. Oh, kijk, hier hebben we ook grote metal steen. Ik weet als je deze hakt, kijk eens. Boom, 1000 steen. Oké, ik weet uiteindelijk, die metal kunnen we uiteindelijk wel goed gaan gebruiken. Hak ik vanzelf. Ik heb alleen geen hatchery om dat te gaan hakken. Maar we hebben nu wel lekker wat steen eruit. Ja, oké. We hebben voorlopig geen steen meer nodig. Kijken hoeveel steen we hebben. Holy shizzle. Oké, het stekt niet tot 10.000. Deze stekt tot 2500. Zeker dat we al 5000 steen hebben. Dat is wel even meer dan genoeg. Ik ga lekker terug om mijn basis eventjes mooi te maken. En wat is dat voor... Wat is dat voor rare plant? Dat misschien die Z-plant of iets in de richting? Dit ziet er heel raar uit. Wacht, voordat het een beest is, laten we eens even kijken met onze glass. Nee, dat is het niet. Hallo, plantje. Hallo. Hallo. Wat is dit? Kan je mij daarmee oppakken of zo? Hey, plantje. Wat ben je toch hartstikke mooi. Ik weet niet wat ik met jou kan doen. Ik kan jou slaan. Kan ik jou harvesten? Ik kan je ook harvesten. Plantje, doet dit pijn? Ik heb geen idee of ik iets doe überhaupt hoor. Ik heb werkelijk geen idee wat ik doe. Ik probeer het te hakken, maar... Oh, wat is dit? Oh, wacht. Huh? Oh, ik heb zo'n zaadje. Hey. Hij dropte wel een zaadje. Ik heb hem voor geslagen en hij dropte zo'n zaadje. Oh, maar wacht. Dit is toch zo'n zaadje die... Ja. Dit is een plezier... Oh, dat is voor die andere. Oh, hallo. Ja, ik heb eigenlijk wel nodig. Voor die bulldog. Ja. Oh, die kun je blijkbaar ook met andere dingen gewoon temen. Zoutzak. Gewoon met koekte rambuttenkant ook gewoon. Maar hey, we hebben die zaadjes hebben we nu ook, hè? En ik ben zelf 2 levels omhoog. Dan gaan we daar gewoon eventjes mee proberen. Ik zie daar een bulldog. Oké, ik heb dit speciale zaadje speciaal voor jou. Je hebt level 28. Een zaadje geven. We hebben een bulldonkie. Kijk hoe schattig die is. Ja. Pick-up relic erin. Ja hoor. Kom maar hoor, schatje. Ik wil je eventjes oppakken. Oh, hij is gecharged. Zie je dat? Hij is gecharged. Oké, dus ik kan echt heel veel dingetjes kan hij dus gaan doen. Ik heb geen idee wat er... Ik kan echt... Oh, kijk hoe leuk zit hij op mijn schouder. Oh my god, geweldig. Wat ben jij allemaal aan doen, Ludicrous? Ben je nou zelf aan het farmen? Oh, ja. Oh, als ik die Ludicrous hier gewoon laat staan, gaat hij automatisch farmen blijkbaar. Ja. Oh, dat is nice. Oké, ik laat hem eigenlijk dan gewoon hier staan, denk ik. Want deze stenen geven. Hoeveel geven deze stenen? Even kijken als hij slaat. Ik laat jou gewoon hier staan dan. Dat is helemaal prima. Je hakt deze stenen maar deed het weg. Oké, je bent in ieder geval wel dichtbij genoeg om deze eruit jou te poelen. Kijk, we hebben steen. Dan hebben we 7 stone walls nodig. 1 doorframe. Dan hebben we 1 deur nodig. En 4 ceilings. 1, 2, 3, 4. Dan worden die gemaakt. Nee, ik denk ook dat de Dikris dan wel hier zo neergezet. Want deze stenen zijn natuurlijk een stukje groter. Dan doe ik lekker wat in jouw weight. Hartstikke fijn. Doe je dingetje. Kijk, dan kan je dit doen, jongen. Polk kan je doen en dan ga je die andere ook maar hakken. Heel veel plezier. Oké, dan doen we als eerste doorframe. Nice. Zetten we de deur erin. Dan hebben we hier nog mooi 7 muurtjes. En dat zijn ze bijna allemaal. Moet ik eentje naar buiten gaan hiervoor. Oh, kak. Zo, die zijn ook allemaal gedaan. En dan moet ik alleen nog even de ceiling doen. Nou, dat we nog 8 walls hebben geplaatst. Want ik wil natuurlijk wel een beetje wat hoogte hebben. En kijk eens aan. Dat zijn de laatste. En dan doen we nu de ceiling er even boven. En dan zeg ik, jongens, progressie. Oké, wat we nu hebben is dus een basis. We zijn al level, eventjes kijken, level 39. Dat gaat lekker. We hebben in ieder geval al een basis van steen. Om het eventjes gewoon even lekker te houden. Kunnen in ieder geval de meeste dino's die hier zijn, kunnen dit niet aanvallen. Of kapot maken. We hebben een Diplodocus. Wat we ermee kunnen, ik heb werkelijk geen idee. Maar we hebben hem wel. En we stoppen hem lekker in HP. Wat we nog meer hebben, is een Dudicrus. Die heb ik hier lekker neergezet. Die gaat vanzelf steen hakken blijkbaar. Hoe die dat doet, ik heb werkelijk geen idee. Maar hij heeft 700 steen. Oh, en ik word ineens... Oké, hallo, wat is dat? Oh mijn god. Oh mijn god. Holy shit, wat is dat voor monster? Wat is dat voor gigantisch monster? Wat is dit voor monster? Holy shit. Ik wilde net afsluiten. Nee. Oh, Ludicrous. Oh, nee. Die ga ik naar binnen halen. Ludicrous. Hallo. Hey, kan ik even trouwens kijken welke level jij bent of iets? Jij bent een 44 nog iets met 6000 AP. Ludicrous zit hier. Hallo, Ludicrous. Kan ik je even oppakken? Pick-up. Ja, oké. Dat was hartstikke fijn. Mag ik er vandoor? Dankjewel. Ah, oh god. Wat de hel was dat? Ik heb geen idee, maar blijkbaar is het gedespawned. Ik heb werkelijk geen idee. Dankjewel voor mijn spullen. Oh, en het is terug. Ik zie het terug gaan. Oh, mijn Ludicrous is bijna dood.
Oh mijn god. Mijn dikker is bijna dood. Ik zie het weer. Oh, die slang is daar. Oké, wat een rotslang. Ja, ja, dat noem ik nog eens een rotslang. Oké. Kak. Ik heb mijn armor niet meegenomen. Oh, kak. Oké, armor meenemen. Nice. Wegwezen hier, wegwezen hier. Wat een gezeur dit. Wat een gezeur. Oké, jongens. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet gewoon niet. Oh mijn god. Oké. Vergeet gewoon niet een duimpje omhoog te doen. Nee. Bulldog. Nee. Foei. Auw. Stout. Oké. Vergeet wel niet een duimpje omhoog te doen. En alles op en eraan. En alles wordt hier aangevallen. En ik zeg nog één ding. En dat is later. Oh god. Kijk vooral de volgende video, jongens. Oh, klik daar. Klik overal. Dan stopt het misschien. Klik snel. Oh mijn god.